kan geen beter einde van een drukke week bedenken dan ontspannen in Rainbow Funland. Je had gelijk, Shani. Ik wist het. De beste manier om te ontstressen is met een flinke portie pret. En nu gelijk zo onder de regenboog door. Wat is dat? Een schip? Woe, Shani, kijk uit. Daar komt een... Deze achtbaan is waanzinnig. Meiden, kijk eens wat ik gewonnen heb. Ik heb altijd al met een dolfijn willen zwemmen. Meiden, volgens mij is dit schip hier voor ons. Waar zou het naartoe gaan? Daar komen we maar op één manier achter. Ik volg jullie wel vanuit de lucht. Wow, wat is dit voor een plek? Oh, gelukkig. Welkom in de Zeemeerminnenbaai. Ik ben koningin Delfina. Ik heb mijn schip gestuurd om hulp te halen voor een noodgeval in ons paradijs. Wow! Huh? Wow, wow, wow. Huh? Hoe kunnen we je van dienst zijn, koningin Delfina? Nou, onze zeldzame dolfijnensteen is zoek. En zonder zijn kracht verliest de Zeemeerminnenbaai haar magie en komen onze zeewezens in gevaar. Kunnen jullie ons helpen om hem te vinden? Kijk, de magie is nu al aan het verdwijnen. Kom op, meiden. Wij gaan die dolfijnensteen vinden. Hier ligt niks. In de vuurtoren ligt hij ook niet. Wat moeten we nou doen? De tijd raakt op. Meiden, ze zegt dat we onder water moeten zoeken. Daar zit de dolfijnensteen vast in. We hebben hem. Kom op, laten we de kist openmaken voor het te laat is. Meiden, het is gelukt. Dankzij jullie is de magie in ons paradijs weer hersteld. Wauw, van regenboogachtbanen tot magische zeemermin-mysteries. Deze dag had het allemaal. Dit is het leven. We boffen maar met zoveel zon. Ik ben zo dankbaar voor deze perfecte dag. Ik ben dol op al deze positieve energie. En een tripje naar Berg Dankbaarheid zou hier echt perfect bij passen. Berg Dankbaarheid? Volgens een oude legende krijg je een spectaculaire beloning wanneer je de top bereikt. Wat voor beloning? Dat zul je zelf moeten ontdekken. Ik ken helemaal niemand die het gelukt is. Wel veel die het geprobeerd hebben. Nou, wij houden wel van een uitdaging. Gaan we ervoor, meiden? Yeah! Kom maar op! Waar ligt die? Volgens de legende verplaatst hij zich steeds. Maar ik hoorde laatst dat de vlinderelfjes zijn nieuwste verstopplek weten. Volgens koningin Delfina moeten we met de vlinderelfjes praten. Kijk, dat moet een vlinderelfje zijn. Oh, dus Berg Dankbaarheid ligt op een koude plek. Waar de sneeuw glittert zo fel als het oog reikt. Ik weet waar dat is. We moeten naar het Winterwonderland. Maar welke kant is dat op? Zo zijn we er vliegensvlug. Hij is wel heel erg hoog. Kom op, meiden. We kunnen dit best. Oeps. Nu snap ik dat niemand die berg nog heeft kunnen beklimmen. Het is ongelooflijk moeilijk, maar ik ben dankbaar dat we het hebben mogen proberen.
Ik ben dankbaar dat we deze berg vonden. Woe! Ik ben dankbaar voor karate. Yeeha! Ik ben dankbaar voor de wetenschap. Voor mijn familie. Ik ben dankbaar voor mijn vrienden. En ik ben dankbaar dat we eindelijk boven zijn. En ik ben dankbaar dat ik jullie vandaag aan mijn zijde had op weg naar de top. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik voel me echt waanzinnig. Ik ben gewoon dankbaar voor de dankbaarheid. Ik ben benieuwd welke beloning de berg voor ons in petto heeft. Ah! Wow! Is dat het licht van de Poolster? Wat een warm en sprankelend licht. Dank je wel, bergdankbaarheid. Hoi vriendjes, Polly hier. Ik wil jullie vandaag iets groots laten zien. Super groot. Wat begon als chille stranddag, eindigde als mijn eerste Go Tiny onderwateravontuur. En ik kan niet wachten het te laten zien. Dus kijk met me mee. Ah, dit is het leven. Goed idee, Polly. Je moet genieten van de zon zolang het kan. Over zon gesproken, het is tijd voor zonnebrand. Lekker smeren maar. Oh, hier ook nog wat. Wow, zien jullie ook wat ik zie? Wat is dat? Een onderwaterregenboog? Dat moeten we gaan bekijken. De laatste in het water is een zeeslak. Surfen, meiden. Wat een te gekke golven. Oh, daar is hij weer. Zo te zien moeten we er dieper in duiken. Kom op. Wow. Wow. Polly, wat is er met je benen gebeurd? Wow, ik heb een meerminnenstaart. Oh, dat kan maar één ding betekenen. We zwemmen in magisch water, meiden. Kijk. Oeh, een kasteel. Misschien komt het regenbooglicht daar vandaan. Oh, geen regenboog. Maar we hebben geloof ik wel een onderwaterspeeltuin ontdekt. Dit is bijna nog beter dan surfen. Bijna. Oh, we komen dichterbij. Kom op. Een octopus. Misschien weet hij iets van het regenbooglicht. Hallo. Weet jij misschien waar dat magische regenbooglicht vandaan komt? Dankjewel. Spreek jij octopus? Blijkbaar wel. Volgens mij moeten we daarin kijken. Oh, in die donkere griezelgrot? Cool. Hallo! Oh? Ah! Hallo, hi! Oké, misschien spreek ik toch geen octopus. Maar waar moeten we dan heen? We zijn al op de bodem van de zee. We kunnen alleen nog maar omhoog. Ideetje! Zie je die grote schelp daar? In dat soort schelpen zitten parels. En parels zijn zo ongeveer gemaakt van magie. Kom op dan! Oeh, dit is waanzinnig! Wow. Het is ons gelukt! Wat een avontuur. Soms moet je gewoon lekker met de stroming mee. Je weet nooit waar het je zal brengen. Hey, wacht op mij. Ik wil er ook op. Leuk dat je met ons meeging. Tot de volgende keer. Hier kom ik. Hoi allemaal. Zijn jullie klaar voor een vlog vol avontuur? Ik ga met mijn familie op vakantie naar Rainbow Funland op de pier. Het schijnt er echt magisch te zijn. En het beste eraan is dat Lila en Shani ook met ons meegaan. Het wordt dus een vriendinnen- en familievakantie. Een vriendinnenvakantie! Het is tijd om te gaan. Hoe fijn is het dat we zoveel tijd met elkaar kunnen doorbrengen? Ik heb zoveel zin om het park te verkennen. Wat zullen we eerst eens gaan doen? Ik kom hier al vakantie vieren sinds ik nog maar een kind was. Waarom gaan jullie niet lekker even naar de pier? Moet je al die coole attracties zien? Zijn jullie klaar, meiden? Het is tijd om plezier te maken. Er is hier zoveel te doen.
Moeten jullie dat reuzenrad eens zien? Wow! Oh, en de draaimolen is ook al zo prachtig. Zie ik daar nou jetskis langskomen? Hier, dan kun je het beter zien. Oh, echt wel? Daar zou ik wel een ritje op willen maken. Wacht eens even. Wat is dat? Het komt deze kant op. Is het een haai? Ik heb nog nooit van een roze haai gehoord. Maar wel van roze dolfijnen. Die laten zich bijna nooit zien, dus er één tegenkomen is heel erg zeldzaam. Oh. Wauw. En meiden, hoe was jullie eerste dag? Geweldig, oma. We hebben net een roze vin in de zee gezien. En wij denken dat het een zeldzame roze dolfijn was. Ah, zoals deze? Ja, dat is precies hoe die eruit zag. Ik heb deze foto gemaakt toen ik nog een kind was. En vanaf dat moment, als ik met mijn familie op de pier was, hield ik mijn camera bij me in de hoop een nog betere foto te maken. Maar helaas heb ik hem nooit meer teruggezien. Meiden, denken jullie wat ik denk? Oma Pocket, wij gaan die dolfijn vinden om alsnog die foto voor je te maken. We hebben een missie. De zeldzame roze dolfijn vinden. We zijn net van die wetenschappelijke onderzoekers. Of schattenjagers. Of allebei. En jij kunt ons volgen tijdens ons avontuur. Tot de volgende keer. Hallo allemaal. Shani hier met Laila en Polly. Live vanaf het strand. In onze laatste vlog dachten we de zeer zeldzame roze dolfijn in het water te zien. Dus wij gaan dat bewijzen en maken een foto. Oma Pocket zal zo trots op ons zijn. Kom op, meiden. Laat de zoektocht beginnen. Ja! Goed. Waar zouden we die roze dolfijn kunnen vinden? Misschien kunnen we hem spotten als we helemaal boven in het reuzenrad zitten. Of we gaan op het water zoeken met de jetski. Of allebei. Ik doe ook nog wat extra onderzoek over roze dolfijnen. Polly? Huh? Laila? Shani! Bella! Ik wist niet dat jij hier ook was. Mijn oudtante woont hier vlakbij, dus ik kom zelfs heel vaak in het pretpark. Het is het beste reuzenrad van de kust. Waar gaan jullie naartoe? Wij zijn op zoek naar een roze dolfijn. Hé, jij kent het hier dus heel goed. Heb jij wel eens een roze dolfijn gezien? Ik heb wel vaker dolfijnen gezien, maar nog nooit een roze. Maar, nu ik erover nadenk, mijn oudtante vertelde vroeger altijd over de legende van de Rainbow Zeemeermin. Volgens deze legende worden de wateren rond de pier door dit magische wezen beschermd. Maar dat is natuurlijk maar een sprookje, want helaas bestaan zeemerminnen helemaal niet. Nou, eigenlijk, Bella, heb ik een verrassing voor je. Maar laten we naar de tiny plek gaan om te praten. Tiny power! Wacht, dus jullie hebben echte zeemerminnen gezien? Dat klopt. Eén keer maar. En ze werden heel goed beschermd. Wow! Dus mijn oudtante had gelijk? Oh, wauw! Ik zou ook wel een echte zeemermin willen zien. Meiden, misschien is de roze dolfijn wel de Rainbow Zeemermin. Daar komen we maar op één manier achter. We splitsen ons op om beter te kunnen zoeken. We duiken erin! Als de Rainbow Zeemermin echt bestaat, dan wordt dit zeker weten een legendarische foto. Dit avontuur is ineens nog veel magischer geworden dan we dachten. Ik kon bijna niet geloven dat we misschien wel een echte zeemermin zullen vinden. Wat denken jullie? Roze dolfijn of zeemermin?
blijf kijken voor het volgende avontuur. Hoi allemaal, Polly, Shani en Laila hier. In onze laatste vlog vertelde Bella ons over een zeemeermin die het water rond de pier beschermt. Wij denken dat onze roze dolfijn de Rainbow Zeemermin zou kunnen zijn. En Bella gaat ons helpen die te vinden. Tijd om die foto te maken. Zeg maar Zeemermin. Polly en ik gaan kijken bij het reuzenrad. Oké, dan gaan Bella en ik wel naar het strand. Laten we gaan! Hier is helemaal niks te zien. En bij jou, Polly? Ik heb misschien wel een idee. Wat een dag! Ik ben echt zo moe. Even zien wat we hebben. Zelfs niet één roze schub. Oh, maar wat moeten we nu doen? We hebben nog maar één dag voor we weer naar huis moeten. Huh? Ik zou die foto nog zo graag willen maken voor oma. Nou, je kan het ook zo bekijken. We hebben vandaag wel een heerlijke dag gehad. Je hebt gelijk, Laila. Vandaag was waanzinnig. En we hebben morgen ook nog. Jullie hebben allebei gelijk. We mogen het niet opgeven. Zorg dat je kijkt naar ons volgende avontuur. Onze laatste kans om een echte zeemeermin te zien. Hoi allemaal. Laila, Polly en Shani hier. Je favo zeemerminavonturier staan weer voor je klaar. Vandaag is de laatste dag van de vakantie. En we hebben de zeemermin nog steeds niet gevonden. Oh, ik weet eigenlijk niet wat we verder nog zouden kunnen doen. Misschien moeten we terug naar de plek waar we de roze vin voor het eerst zagen. Ik heb alle foto's van de vakantie verzameld. En moet je eens kijken. Zoveel leuke avonturen en herinneringen. Wat is er? We hadden zo graag nog één speciale foto aan de verzameling willen toevoegen. Jullie hebben dan de roze dolfijn wel niet gevonden? Of de zeemeermin? Maar jullie hebben ondertussen wel de meest waanzinnige avonturen beleefd. Denk eens aan alle pret die jullie hadden. En weet je, soms is de reis juist de hoofdprijs. Bedankt, oma. Je hebt gelijk. We hebben die ene foto helaas niet kunnen maken, maar wel een berg met nieuwe herinneringen. Zie je nou wel? Hey, meiden. Hebben jullie de Rainbow Zeemermin al gespot? Zei jij nou zeemermin? Nope, maar het was wel leuk om het te proberen. Dolfijn, zeemermin, waar jullie ook naar gezocht hebben. Volgens mij hebben jullie iets veel beters ontdekt. Pret met je vrienden. Zullen we samen nog één laatste foto maken? Een gezellige groepsfoto op de pier.
Zeg allemaal herinnering. Herinnering! Wow! Wow, die golf kwam echt uit het niets, hè? Maar wacht, is dat de roze dolfijn? Oh, echt waar? Laat eens zien. Daar is hij. Oh, maar als dat de dolfijn is, wat is dan? Dat is toch niet... Oh. Wat? Laat eens zien. Oh nee, toch? Het klopt. Kijk daar dan. De Rainbow Zeemermin. De roze dolfijn en de Rainbow Zeemermin bleken gewoon allebei te bestaan. En wij hebben een foto waar ze allebei op staan. En wij hoefden alleen maar van het moment te genieten. Ik kan niet wachten om hier samen snel weer eens terug te komen. En ik ben benieuwd wat we dan weer gaan beleven.